Hallo kijkers, Voltrein, we zien jullie echt. En welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Way to the Beacon. Allereerst wil ik eerst even zeggen dat dit een korte aflevering wordt. Omdat ik vandaag niet zoveel tijd heb. En het is nacht, tuurlijk. Maar wat ik vandaag wel wil gaan doen, is ik wil sowieso nog even 3 levels erbij krijgen. En dat is ook de... En omdat ik weinig tijd had... Is het ook de reden dat ik niet level 30 ben geworden. Ik had beloofd aan het einde van de vorige aflevering dat ik level 30 zou zijn. Maar ik had niet zoveel tijd om het te doen. Dus gaan we het gewoon even doen in deze aflevering. In deze iets kortere aflevering. Omdat ik niet zoveel tijd heb. En meteen een skeleton. En dat was heel mooi. Ja, zombie. Zijn er nog erge beesten hier? Niet opblazen. Oké, zijn ze gespand, ja of nee? Waarom hoor ik heel veel van die beesten? Oh jongens, spannend. Mooi. Dan zijn ze hier beneden. Gaan we naar beneden. En dan heb je XP. Maar ik weet nog wel even een andere manier om XP te krijgen. Namelijk, ik zag boven een stukje kool. En kool levert ook wel wat op. En volgens mij weet ik al waar het vandaan komt. Ja, zie je wel? Waar die andere vandaan komt, weet ik niet. Ik had alleen verwacht dat er hier een zat. Die zal er niet lang meer spannen, want... Dat is nu opgelost. Was die... Nee, daar kan die niet zitten. Ach, nou ja, ik weet niet waar die zit. Maar nu gaat het mij even niet om de call, maar om de experience. Wat we nu gewoon doen is even experience bij elkaar halen. Oké, en nu zitten we met een probleem, want ik heb niet genoeg steen om dit op te vullen. Dus gaan we even steen halen. 13 steen. Want we hebben 12 kool. Dus hebben we 13 dingen weggehaakt. Omdat eentje naar beneden viel. Nou, dat is 13. Dus dan zou dit genoeg moeten zijn om dit op te vullen. En ik kan echt niet tellen. Oh, weer een spin. Ja. Die XP farm, heel leuk. Maar ga ik nu even niet gebruiken, omdat ik hier echt moet stilstaan. En dat vinden jullie waarschijnlijk niet leuk om naar te kijken. Daarom heb ik nog wel een ander trucje. Van hoe ik experience bij elkaar haal. En ik hoop dat het genoeg is. Het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. Het eerste ding wat ik ga doen. Maar daarna zal het wel genoeg zijn. Namelijk hier in de oven zit nog wat. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Hier nog wat. Hier nog wat. Hier nog wat. Ja. Hier nog wat. Hier. Dit is zeker niet genoeg, maar toch was het handig om mee te nemen. Oké, en dan nu opvullen. Ik weet niet waarom ik het net niet meteen deed. En hier kunnen trouwens wel 12 bij. Zo. Zo. Hier nog wat bij. Hier nog wat bij. Hier nog wat bij. En hier natuurlijk ook nog. Kijk, steen. Oh ja, steen, dat moest daar. Gunpowder leggen we hier wel even langs. Samen met die spider eyes. Een pijl, die heb ik heel mooi hier.
Rotte flesje kunnen we opeten. Oké, dan breng ik die steen even weg. Maar niet zonder even wat dingetjes te doen. Namelijk, seeds heb ik nodig. En de rest pak ik zo meteen wel op. Maar dan kom ik namelijk langs. Dus dat kan ik heel simpel oppakken. Oké, ach, dat groeit ook weer hoor. Die pumpkins ook, die groeien ook mooi. Even kijken, ik heb wortels nodig. Nou, 14, dat is heel mooi. Hier, dat zal waarschijnlijk wel genoeg wortels zijn hier. Nu heb ik wiet nodig. Wiet. Nou, we hebben echt heel veel wiet nodig. Dit zal denk ik wel genoeg zijn. In ieder geval gaan we terug naar boven. En even dit steen dumpen. Zo. Ja. En nu kan ik teruglopen naar huis. Om nog een kist te fixen. Maar oké. Even snel een kist fixen. 4, dat is meer dan genoeg. Want ik heb hier nog ook 4. En dan kunnen we een double chest wil ik graag hebben. Als je niet erg vindt. Oké, dus 16. Dat is genoeg voor 2 chesten. Oké, 2 chesten. Nou, oké. Dit moet terug. En dan moeten we heel snel nog dat doen, want ik heb niet zoveel tijd meer. Maar dat had ik al gezegd. Oké, naar boven. Nee, dat kan niet zo. Oké, hoe gaan we dat doen? Ja, dit zit helemaal vol. Dan moet ik even snel zijn. Ja, kom op. Pak maar op. Pak maar op. Oké, dit zal waarschijnlijk heel veel steen zijn. Was dit een steen? Ja. Oh, dan vul ik het hier even mee. Zo. Maar dus dat is nog steeds niet goed. Want er zal nu ook heel wat steen weggaan. Of nee, dat hoeft helemaal niet. Komt gewoon hier even. Zo. Dit huis zal heel snel vol zijn op deze manier. Maar oké, even kijken. Ik heb hier een enkel chest. En hier kan echt helemaal niks meer. Maar hier kan een enkel chest. Jawel, hier kan nog een chest. Hier kan nog een chest. Hier kan een enkel of een dubbel. Dat weet ik niet zo precies. Nou ja. Kom op. Nou ja. Ik heb niet zoveel tijd meer, dus laten we dat gewoon even snel gaan doen. Wat ik wil gaan doen. Dan is even de dieren gaan breeden. Want dat levert mij wel meer dan genoeg experience op. Zo, kijk, dat is al heel wat experience. Maar het kost ook heel wat. Oké, dat waren zeg maar alle kippen. Oké, nu komen we bij de varkens. Ze zijn erg geïnteresseerd. Een paar rondjes draaien. Oké. Even aan de kant.
even al deze schapen. Nou, dan komen ze weer allemaal naar me toe. Oké, kom op. Er is genoeg. Dan kan ik genoeg experience uithalen. Oké, opzij. Opzij. En jullie nog? Ja, kom op. Nee. Waarschijnlijk ligt hier nog wel wat experience, hoor. Even kijken, ja. Nee, ook nog helemaal niks. Even opzij. Oké. Maar ik heb echt geen tijd meer, jongens. Dus ik loop snel naar mijn huis toe. En dan ga ik de aflevering afsluiten. En dan gaan we de volgende keer proberen tot level 30 te komen. Dat hele kleine stapje nog. In ieder geval ga ik hier de aflevering afsluiten. Kijk eens, doe een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En gaan we de volgende keer level 30 worden. En een boog uitchanten. Dan zien jullie de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen, doei!